Hallo en welkom weer terug bij een nieuw filmkanaal. Vandaag spelen wij lekker een Mönchsjammer en vandaag rijden wij in onze BMW M5. We hebben geld nodig, we willen graag de Porsche 911 gaan kopen. Daarvoor hebben wij nog flink wat geld nodig, ook al hangt mijn camera daarvoor. We hebben nu iets meer dan 80.000 euro's en wij hebben 290.000 euro's nodig. Dus wij zijn hier aangekomen bij de juwelier, daar rijdt net politie weg gelukkig. Dus wij komen binnen, wij kunnen dan gelijk gaan beginnen. Ik zie wel een politieagent daar voor de deur staan. Die komt nu naar binnen met zijn taser. Dus wij gaan eventjes een rondje rennen. Meneer, doet u eens ophouden. Ik vind dit niet aardig, meneer. Oh, en mijn auto is stuk. Meneer van de ADAC, help mij eens. Meneer, meneer. Car broke. Oh. Hop. Gas, hij niet gas. Oh joh. Die zijn tankers leeg. Wat een grap. We gaan wel eventjes in zijn auto zitten. Nou. Mooi. Ik vind het helemaal geweldig. Het begint goed. Wij gaan eventjes een nieuwe auto halen. Later. Zo, hij heeft een nieuw kleurtje gekregen. Hij is gerepareerd. En wij zijn weer onderweg naar de juwelier. One eternity later. Aangekomen bij de juwelier zien wij wel al in de koffer klaarstaan. Daarvoor kunnen wij het wel winnen, denk ik. Dan gaan we even lekker het raampje meppen. Prachtig. Ik heb nog niemand horen uitstappen. Even kijken. Nou, daar loopt wel even iemand naar me toe. Die probeert me aan te houden. Dat doen we dus even niet, meneer. Oh, meneer. Meneer ondersteboven. Wij gaan eventjes naar de dealer toe. Gaan we eventjes onze mooie zakjes juwelen die we net hebben gejat verkopen. 12 seconds later. Oei, oei, oei. Er is ook een BMW M5 van de politie aanwezig. We gaan eventjes kijken of we... Oh, meneer gaat zich aan de kant. Gaan we eventjes kijken of we de boot kunnen overvallen. In de hoop dat we daar wat meer geluk hebben. 2000 years later. Hoppa, we hebben bij de dealer hier. Want de smuggler verkoopt ze om een of andere reden. Ja, nog steeds echt niet. Die kan je gewoon echt, de bommen kun je gewoon echt niet meer krijgen bij de smuggler. We hebben twee bommen. De boot valt te overvallen. Dus wij gaan daar eventjes lekker twee containers de lucht in lazeren. One eternity later. Hoppa, eerste container is open. En ook alweer bijna leeg. Ik hoor dat er wat aankomt te rijden. Ik weet niet of dat voor mij was. Nou, dat lijkt er niet op. Dan gaan we lekker door naar de volgende container. Een mooie groene container. We hebben de bom alweer vast. En wij gaan hier mooi bij de groene container. Oh, dit was echt nergens voor nodig. Die bom had ik kunnen gebruiken bij de bank. Nou, het is wel zonde eigenlijk. Gaan we eventjes wachten in de hoop dat deze misschien open gaat snel. 12 seconds later. En de container is open. Dus wij gaan eventjes plop. De deur openmaken. Dan hebben we koekjes en geld. Daar doen we het allemaal mee. Helaas niet nog een wapen. Was misschien ook een beetje overpowered geweest. De server is namelijk best wel leeg. Dus we doen het lekker hiermee. En hopelijk komt er nog even geen politie. Er is gewoon nog steeds geen politie gekomen. Die zijn echt vieze camp aan het doen bij de juwelier. We gaan eventjes onze spulletjes verkopen bij de handelsmeneer. Die hier staat om het hoekie. Gaan we even de Glock verkopen. Dat was alles. Dan moeten wij een kleine... We moeten wel 10 hele minuten wachten. Dat vind ik wel eigenlijk best wel heel erg lang. Dan gaan we even kijken bij de juwelier of daar politie staat. Zo niet, dan nemen we lekker wat mee bij de juwelier. One eternity later. Nou, dan wordt bij de juwelier elk moment weer lekker gecampt. Door iemand van de Nederlandse DSI of Marsof. In dit geval is het gewoon DSI. En even tegen zijn auto aan beuken worden leuk. Daar houden we wel van. Tegen Audi's aan beuken. Je plop. Nou, weet je. Gaan we ook nog even jou aanrijden. Want ja, we zijn zo stout. We hebben net twee containers opgeblazen. We hebben met een pistool geschoten. Wat zijn we cool. Dus wij mogen wel tegen politieauto's aanbeuken. Dat mogen wij wel. Misschien gaat hij ons achtervolgen. Dat zou eigenlijk ook wel leuk zijn. Misschien, we moeten hem even uitlokken dat hij ons gaat achtervolgen. 2000 years later. We hebben hem geslagen. Dus hij gaat nu hopelijk de achtervolging op ons inzetten. Kom dan, hè? Kom dan, hè? Hoppa. We gaan lekker beginnen aan de achtervolging.
Oei, ja, dit werkt lekker, jongens. Dit werkt lekker. Mag ik weer los? Dat mag ik wel, hè? Nee, ik mag nog niet los. Helpie. 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 Oh. Mag ik weer los, jongens? Oh, niet deze, meneer. Please. Not. Niet nu. Wil je me alsjeblieft nog even sparen, meneer? Oei. Net te laat. Jammer, daar gaat onze 10k. Gadverdamme. We zijn... Dit vind ik wel leuk. Meneer zit vast. Oei, meneer zit wel goed vast eigenlijk. Ja. Meneer zit goed vast. Dit vind ik helemaal geweldig. Dit was helemaal prachtig. Oh. Ah. Hey, we zijn toch nog vrij. Dank u wel, meneer. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Laat me eventjes. Oh, nu zit ik helemaal vast. Geweldig. Geweldig. Zo, laten we eventjes onze auto aan alle kanten openmaken. Ah, dat is precies verdrietig dit. Dit is nou wel echt weer precies verdrietig. Wij zijn aangehouden. Heel erg jammer. Prachtig. Wij hebben geld verdiend. Een klein beetje. Maar hopelijk zien we jullie weer terug bij de volgende aflevering. Hopelijk maken we dan wat meer geld. Komen we dichter bij die mooie Porsche. En dan zie ik jou hopelijk ook weer terug. Bij de volgende aflevering.